Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 15 september 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag is er Morse, dat is een herhaling. En wel is er een nieuw SSTV plaatje, dat is in PD120. Het plaatje is in PD120 nogal een stuk beter dan in PD90. Daar zag het er vrij waardeloos uit door allerlei moiré-patronen. Om in de stemming van de amateurapparatuur aan ballonnen te blijven, het plaatje van vandaag is dus een foto met links de payload en rechts de ballon van wat wordt aangeduid als partyballoons. Partyballoons, inderdaad zo'n zilverkleurig ding uit de feestwinkel, wordt gebruikt om ballons met een payload te maken die zo lang mogelijk in de lucht blijven. Soms worden die ook aangeduid als floater. De kunst hierbij is om precies genoeg gas in de ballon te doen, zodat hij op ongeveer 10 kilometer hoogte blijft hangen. Doe je te weinig helium in, dan bereikt hij niet de juiste hoogte en blijft vermoedelijk stil hangen. Doe je te veel in, dan stijgt hij te veel en mogelijk klapt de ballon dan. En hij blijft dan ook redelijk stil hangen. Op de juiste hoogte gebracht is de hoop dat zo'n ballon dan in de straalstroom terechtkomt. Dat zijn sterke luchtstromingen die ook door luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt om brandstof te besparen. Meerdere van die ballons zijn zo meermalen rond de aarde gegaan. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht wel tot 8 keer. De payload aan de linkerkant van de foto dus is een wonderbaarlijk stukje vernuft, en zeker wat betreft de miniaturisering. Het hele ding weegt slechts 15 gram, dat wil zeggen dat is het hele gewicht voor ballon, het gas dat erin zit, een GPS-ontvanger, een antenne, twee korte golfzenders van 25 milliwatt in bijvoorbeeld Whisper of JT9 mode, een accu, twee zonnepaneeltjes om de zaak gedurende langere tijd te voeden. Die zonnepaneeltjes zijn de blauwe rechthoekjes aan de antenne op de foto. Echt helemaal geweldig zoiets. Vandaag was dus het ISS te horen, ik kondigde dat gisteren al aan. Ik heb het signaal zelf niet kunnen ontvangen, maar ik heb wel diverse mensen gesproken die het signaal heel goed binnenkregen. Onder andere een mobiel station uit Zeeland, van wie ik helaas de roepnaam vergeten ben. Bij de ballon was het hetzelfde verhaal. Ik heb niet heel veel gehoord, maar van anderen heb ik wel diverse rapporten gekregen. Het is trouwens indrukwekkend hoeveel ballonnen er momenteel vrijgelaten worden. Allemaal te zien op de kaart op tracker.habhub.org. Dus tracker.habhub.org. Doordat er vandaag tijdens de voorbereiding voor deze uitzending een klant belde, heb ik vandaag helaas niet naar nieuws kunnen zoeken. Om die reden doe ik andermaal een micronatieverhaal. Volgens mij heb ik deze nog niet in de uitzendingen gehad. Het verhaal over deze micronatie laat zien dat sommige micronaties voor het jaar 2000 dus al bestonden. Herstel dat ze voor het jaar 1000 dus al bestonden, dus 1000 jaar eerder. Het gaat hier om het landje Seborga. Seborga is volgens de eigen inwoners een zelfstandig land. Het prinsdom is zo'n 4 vierkante kilometer groot en ligt in de heuvels van de regio Liguria in het noordwesten van Italië, vlakbij de Franse grens. Het in aanvang feodaal geleide landje werd gesticht in het jaar, let wel, 954, toen het grondgebied werd overgedragen aan de monniken van Lerino, die er hun klooster vestigden. Vanaf 1079 waren de opeenvolgende abten van het klooster tevens prins van het Heilige Roomse Keizerrijk, die tijdelijk het prinsdom Seborga zouden leiden. Deze situatie duurde tot 20 januari 1729, toen het landje werd geannexeerd door het koninkrijk Piemont en Sardinia. Hierna is het landje nooit meer als zelfstandig land erkend door enige staat of internationale organisatie. Maar de zelfstandigheid is ook nooit officieel ontkend. Begin jaren 60 van de vorige eeuw begon ene Giorgio Carbone, die directeur was van de lokale bloemenkwekerscoöperatie, de historie van het plaatsje als onafhankelijk prinsdom opnieuw onder de belangstelling te brengen. In 1963 waren de inwoners van Seborga voor de ideeën van Carbone gewonnen en kozen ze hem tot officieel staatshoofd, prins Giorgio I van Seborga. Niet iedereen neemt de onafhankelijkheid van het plaatsje serieus. De Italiaanse staat die behandelt het landje bijvoorbeeld gewoon als een onderdeel van de Italiaanse staat. Dit in tegenstelling tot San Marino en Vaticaanstad. Er zijn echter wel degelijk argumenten voor de onafhankelijkheid van Seborga te noemen. Toen het landje in 1729 is verkocht, waarschijnlijk omdat het zo onbelangrijk was, is verder nergens vastgelegd dat de onafhankelijkheid van het landje werd opgeheven. Toen verschillende delen van het huidige Italië werden samengevoegd, werd vervolgens Seborga ook nergens genoemd, waarmee het ook buiten dit verdrag viel. Een omissie die later niet meer eenvoudig valt recht te zetten, zodat ook in het verenigingsverdrag van het Koninkrijk Italië in 1861 Seborga niet bij Italië gevoegd werd, net zo min als bij de vorming van de Republiek Italië in 1946. De meningen over de werkelijke status van Seborga verschillen. Het zou kunnen dat wanneer het landje niet verkocht was, op het moment dat er geen prinselijke abten meer waren, Seborga aan andere delen van Italië had moeten toevallen.
Ook wanneer dit niet gebeurd zou zijn, had het niet noodzakelijk betekend dat het landje zelfstandig was verder gegaan. Het had ook een vorm van niemandsland kunnen worden. In veel gevallen was het landje dan uiteindelijk toch gewoon onderdeel van Italië geworden. Toch is er, hoewel het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog wel geprobeerd heeft om dit aan te tonen, geen enkel juridisch document, nationaal of internationaal, waaruit blijkt dat het prinsdom Seborga geen onafhankelijke staat meer zou zijn, terwijl het landje dus wel officieel is opgericht. Op 23 april 1995 werd een nooit door de Italiaanse overheid erkend referendum gehouden onder de inwoners van Seborga. Daarbij stemden 304 mensen voor de grondwet van het prinsdom en dus voor onafhankelijkheid van Italië. 4 inwoners stemden tegen. Ondanks de uitgeroepen onafhankelijkheid zijn er geen spanningen tussen de staat Italië en die van Seborga. Er wordt gewoon belasting betaald en de inwoners nemen gewoon deel aan de Italiaanse verkiezingen, met een opkomst die zelfs aan de hoge kant te noemen is. De autonomie van het prinsdom levert echter wel de nodige publiciteit op, wat het toerisme in Seborga heeft doen aantrekken. Maar het landje doet wel degelijk dingen die bij een zelfstandig land horen. Zo geeft het landje eigen postzegels uit. Die hebben echter alleen waarde voor de filatelisten, omdat het land geen eigen posterijen kent. Daarnaast kan er in Seborga betaald worden met de eigen munt, de Luigino, die naast de euro en daarvoor de lire betaalmiddel is in het land. Een Luigino is 22 eurocent waard. Verder geeft het land een toeristenpaspoort uit dat verder geen reële waarde heeft, omdat er geen internationale grenzen mee gepasseerd kunnen worden. Seborga heeft 362 inwoners en leeft vooral van de bloementeelt en van het toerisme. Officiële talen zijn Frans en Italiaans. Het land ligt zo'n 500 meter boven de zeespiegel en vanuit Seborga zijn de stranden van Nice, Cannes, Saint-Tropez en Monaco met het blote oog te zien. Het landje heeft een officiële overheidswebsite en dat is www.seborga.net.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.